Er is altijd een lach op je gezicht. Gelukkig zijn is niet echt voor mensen zoals jij en ik weggelegd. Ja! Want van liefde. Ik ben Paul Bak. Ik heb vanavond bij Brouwerij Klein Duimpje in Hillegom voor de eerste keer een theateravond georganiseerd. Ja, het is een zeer geslaagde avond. Ik had op zich iets meer mensen verwacht, maar het zat wel helemaal vol. De band is tevreden, de brouwerij is tevreden. Het was allemaal gewoon een geslaagde avond. Ik hou heel erg van speciaal bieren, zoals heel veel mensen. Op een gegeven moment ontdek je dan dat een brouwerij, een Klein Duimpje, die je voornamelijk heel lang kent, op zich vrij dicht in de buurt zit. Verleden jaar openden ze hier een proeflokaal. Wij zijn hier heel snel naartoe gerend om dat mee te maken. We kwamen hier in een geweldige groep mensen terecht. Echt fantastisch. Ik ben hier vrijwillig geworden. Ik sta dus af en toe ook op bierfestivals voor de brouwerij. Ik probeer ook wat promotie en dingen te doen. En ik kwam veel in deze gang terecht en ik dacht ineens, ja, hier kan je eigenlijk iets heel leuks organiseren. En zodoende, ja, ik ben natuurlijk met muziek bezig, hebben we hier een geweldige act neergezet. Het idee is om drie, hooguit vier keer per jaar zoiets te gaan organiseren. Doe je het vaker, dan zul je merken dat de mensen ook gewoon weglopen. Het moet echt iets speciaals blijven. En, vandaar dat we dat zo gaan doen. Waarom heb ik het georganiseerd? Ja, eigenlijk is de reden heel simpel. Het is leuk. Heel duidelijk. Ja, en dat heeft natuurlijk ook met de band te maken. Ik ben natuurlijk idolaat van Bender. Ik ben al 3,5 jaar... probeer ik heel erg veel voor ze te regelen en naar mijn mening gaan we de laatste fase met ze in. En nou ja, dit was ook gewoon heel leuk om de brouwerij en band bij elkaar te brengen en daar een mooie avond van te maken. En vandaar ook de prachtige slogan bieren waar muziek in zit. Beter kan het niet. Beter kan het niet. Oké, dankjewel. Ze praten, ze haasten door de straat, waar zij ook naartoe gaan, waar heeft